allemaal. Iedereen, ja, als je ook al zo lang op het koor zit, dan heb je ook dat je heel veel mensen kent. En ik vind het heerlijk om jullie allemaal weer te zien. Jullie hebben elkaar vast ook al tijden niet meer gezien, dus bijpraten kunnen we eigenlijk de hele dag nog. Maar we moeten ergens beginnen. En, zodat we ook nog gesprekstof hebben, zeg maar. Als wat een mooie dag vandaag, hè? Prachtige dag vandaag. Ik geniet ervan, echt waar. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar jullie organiseren elk jaar een gezellige dag voor het koor-event, hè? Ja, elk jaar hebben wij een koorfeest. En dat is of hier in ons parochiecentrum of ergens anders. Als we bijvoorbeeld gaan kanoën of iets anders. Ja. Maar vandaag is toch wel heel bijzonder. Want ja, jullie vieren vandaag, 31 oktober, het 40-jarig jubileum van het jongerenkoor Juventa hier in Delenswaard. Maar jullie waren dus van het jaar op 31 mei bestonden jullie 40 jaar, hè? Ja, dat klopt. 31 mei was officieel de datum. Maar ja, dan zit je vlak voor de vakanties. En toen hadden we nog niet zo'n vastomlijnd idee van wat gaan we doen. En zo langzamerhand zijn er plannen gekomen om allerlei mensen uit te nodigen. En hebben we gezegd, nou wat is een geschikte tijd? Laten we het in oktober doen. 31 oktober. Maar ja, hoe ziet jullie dag eruit? Vanmorgen hebben we ontvangst gehad tussen 11:30 en 12:00 ongeveer. Mensen hebben lekker een kopje koffie gekregen en nou, konden alvast weer hernieuwd kennis maken met elkaar. Tussen 12 en 2 was eigenlijk de eerste repetitieronde, of tussen 12:30 en 2 de eerste repetitieronde. Toen bleek dat mensen nog een heleboel liederen wel konden, dus dat, ja, dat was heel erg leuk. En de mannen en vrouwen apart, want dat studeert net even iets makkelijker. En nou, dat ging eigenlijk vrij vlot. Nou, we hebben wel dorst, we lusten wel weer wat koffie. En toen hebben we inderdaad iets eerder pauze genomen, maar het ging gewoon echt van een leien dakje. En nou is nu een tweede ronde, dat is dan met z'n allen in de kerk repeteren en met het combo erbij. En dan daarna is het nog even weer een kopje koffie of wat anders drinken en dan nog een korte doorloop. En om 6:00 is de eucharistieviering. Maar jullie zijn lekker aan het repeteren voor vanavond. En ik moet zeggen, het gaat geweldig. Zeker weten. Het is echt een topdag, een topmiddag. En de avond kan voor mij niet meer stuk. Het is heerlijk om te doen. Ze doen allemaal ontzettend goed mee. De inzet is fantastisch. Dus ik ben helemaal blij. Ja, dat straalt er van je af. Nou, dankjewel. Zo voel ik mij ook. Ja, want je bent al heel lang dirigente van dit koor, hè? Ja, en ze hebben mij ook al gevraagd hoe lang. En ik zal je vertellen, ik weet het niet. Maar in ieder geval 20 jaar. Volgens mij 22 jaar. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik weet het niet eens. Dat maakt ook niet uit. Maar nou even zo door de jaren heen. Is er veel veranderd? Jawel. In de kerk natuurlijk ook. Hè. Men wil ook weer een beetje terug naar vroeger. Dus je zit ook met vaste gezangen, wat men graag gezongen wil hebben. En in het verleden ja, was dat ook wel, maar toch minder. Dus je moet als koor ook daar weer voor open gaan staan. En ook weer ander repertoire erbij instuderen. Maar vanavond hebben we gewoon liederen die we fijn vinden om
te zingen. Een beetje een Afrikaanse stijl, twee liederen. En ja, dat is gewoon leuk. En de pastoor heeft ook een beetje zo gedaan, van het moet een keer kunnen, het is feest. 40 jaar Juventa, dus helemaal goed. Geniet er wel met elkaar. Dat gaan we zeker doen, dankjewel. Ze is altijd gedreven en probeert het beste uit de school te halen.